Is het nu warm of is de temperatuur hoog? Trouwens, warmte en temperatuur, is dat niet hetzelfde? Nee hoor, kijk maar eens. Begin eerst even met de molecuultheorie. Heb je natuurlijk eerder gehad, hè? Drie stuks, moleculen trekken elkaar aan, er zit ruimte tussen en de moleculen bewegen constant. En die constante beweging, daar gaan we naar kijken. Want ze bewegen constant betekent dus dat ze altijd bewegings- of kinetische energie hebben. En die bewegings- of kinetische energie, dat is een maat voor temperatuur. Ja, dus temperatuur is eigenlijk puur het bewegen van de moleculen. We gaan naar het zwembad toe. En natuurlijk, als je in het zwembad gaat, moet je eerst precies onder de douche. Je hebt een zwembad met een lekkere warme douche, 30 graden Celsius, en met een iets minder warme douche, 10 graden Celsius. Goed, we hebben gedoucht. Douche uit en we plomp erin. En nou zal de een zeggen van 30 graden Celsius, koud water. Terwijl de ander zegt, lekker warm. Oftewel, de temperatuur is niet dezelfde als warmte, want de temperatuur is voor beiden gewoon 20 graden Celsius. Toch vindt de een het warm en de ander het koud. Oftewel, warmte. Wat is dat eigenlijk? Nou, we gaan eerst even naar de 30 graden Celsius toe. Ja? Het water is 20 graden Celsius en zwemmer is ongeveer 30 graden Celsius. Dat betekent dat die 30 graden Celsius, dat daar de moleculen sneller bewegen. Dus ze hebben meer energie, de zwemmer. En dan zal er energie stromen van de 30 graden Celsius naar de 20 graden Celsius. En die energie, dat is de warmte. Er verdwijnt energie. En dat is dat het minder warm voelt. Het voelt koud. Andersom, ja, de 10 graden Celsius, ja, dus hier, het water is nog steeds 20 graden Celsius, maar die zwemmer die is nou 10 graden Celsius. Dat betekent dus dat in dit geval het water meer energie heeft, althans ten opzichte van die zwemmer. Oftewel, nu gaat de energie de andere kant op. En die energie is weer de warmte, en de zwemmer krijgt warmte, en hij voelt dat inderdaad dat het water warm is. Nou, er komt warmte naar hem toe. Kortom, warmte, wat is dat? Warmte is de energie die zich verplaatst en het gaat altijd van hoge naar een lage temperatuur. Symbool voor warmte, hoofdletter Q. En het is energie, dus de eenheid is joules. Warmte gaat temperatuur. Symbool voor temperatuur is de letter T, kleine letter. Of grote letter, nou de kleine letter wordt gebruikt als je de temperatuur in graden Celsius doet. En de hoofdletter T wordt gebruikt als je de temperatuur in Kelvin doet. Let op, je spreekt over graden Celsius, maar je spreekt niet over graden Kelvin, je spreekt gewoon over Kelvin. En nou, graden Celsius, 0 graden Celsius natuurlijk het vriespunt van het water en het kookpunt van het water is 100 graden Celsius, zo is Celsius gedefinieerd. En Kelvin, die heeft gezegd van nee, 0 Kelvin, dat is het absoluut nulpunt. Kouder kan het niet. En waarom kan het niet kouder? Nou, bij 0 Kelvin staan alle moleculen stil. En als je een keer stil staat, ja, je kunt niet nog stiller staan dan stil. Dus kouder kan niet. En als je dit in graden Celsius zou uitdrukken, dan is dat min 273 graden Celsius. Als je 1 Kelvin omhoog gaat, is het zelfs 1 graden Celsius. Dus de stapjes zijn gelijk. Kortom, als je 20 graden Celsius hebt en stapjes zijn gelijk, hoeveel Kelvin is dat dan? Nou, 20 graden Celsius is dan 20 plus 273 Kelvin, is dus 293 Kelvin. Ja, dus zo kun je graden Celsius omrekenen Kelvin of natuurlijk net andersom. We gaan eventjes kijken naar twee bakjes met vloeistof. Ja, één met gewoon water en één, dan doen we glycerol in. Een beetje een olieachtig goedje. Beiden 20 graden Celsius. Nu ga ik ze beiden verwarmen en we kijken eventjes van wie gaat nou het eerste 50 graden bereiken. Ja, dus beiden gelijk verwarmen en zie je dus van hey, glycerol, dat gaat veel sneller. Ja, en nu pas is water er. Ja, kortom, ze hebben beiden dezelfde vlam. Dus ze krijgen bijna even warmte toegevoegd en toch zal glycerol veel sneller in temperatuur stijgen dan water. Blijkbaar heb je voor water dus meer warmte nodig om het in temperatuur te laten stijgen.
We zeggen dan ook dat water heeft een hoger soortelijke warmte dan glycerol. Soortelijke warmte. Wat is soortelijke warmte? Soortelijke warmte is de warmte die nodig is om 1 kg van stof 1 Kelvin de temperatuur te laten stijgen. Symbool ervoor is de kleinletter C en de formule is C is Q gedeeld door M gedeeld door delta T. Q, de warmte, M, de hoeveelheid massa en delta T, het temperatuurverschil. Ja. Je zult heel vaak trouwens niet C hoeven te berekenen, want C zoals zo meteen zien staat gewoon in binas, maar je moet Q vaak berekenen, de warmte. En Q is dus dan C keer M keer delta T. Water, ja, hebben we zo net gehad, die heeft een soort warmte van 4,18 keer 10 tot de macht 3. Dat betekent dus dat als je water 1 graad Celsius of 1 Kelvin in temperatuur wilt laten stijgen, heb je iets meer dan 4000 joules nodig. De eenheid van C, die staat er niet achter. Wat is de eenheid van C? Nou kijk, het is warmte, Q, dus eenheid van Q is joules, gedeeld door eenheid van M, kilogram, en delen door de eenheid van delta T is Kelvin. Oftewel, het is joules per kilogram per Kelvin. Glycerol hebben we trouwens ook zo net gehad. Hè? Die is een stuk lager, 2,43 keer 10 tot macht 3. En omdat het een lagere soort warmte heeft, zou je dus sneller in temperatuur stijgen. Want ja, je hebt minder warmte nodig om hem 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen. De waarden staan natuurlijk weer in binas, want het zijn materiaaleigenschappen. Kijk, hier hebben we binas, tabel 8 tot en met 12. En in deze kolom staat die. De soort warmte van diverse vloeistoffen, let op. De boven staat dan wel 10 tot de macht 3, vergeet het niet. Dus de eenheid is joules per kilogram per Kelvin staat er. Maar die 10 tot de macht 3 moet je niet vergeten die hierboven staat. Even naar de metaal toe. We kijken even naar natuurlijk de soort warmte. Deze hier weer. Maar ook naar de dichtheid. Dichtheid en soort warmte, die hebben met elkaar te maken. Ik heb ze even in Excel gezet. Kijk hier, tabel dichtheid, tabel soort warmte. En we zetten ze even in een grafiek. Ja, verticaal soort warmte, horizontaal dichtheid. En dan zie je dus dat als de soort warmte laag is, dat dan de dichtheid hoog is. En als je een lage dichtheid hebt, dat dan de soort warmte hoog is. Dus net andersom. Ja, het is niet helemaal natuurlijk een mooie vloeiende lijn. Je hebt nog wel aardige spreidingen zitten. Maar in het algemeen is het zo van dat soort warmte en dichtheid. Elkaar tegengesteld zijn hoge soort warmte, lage dichtheid en omgekeerd. Ja, dat is een tendens. Zo, die warmte, temperatuur, energie, joules. Celsius, ook Kelvin. Soort warmte hebben we ook nog wat, allemaal dichtheid nog. Ja, wat krijg je als die allemaal bij elkaar doet? En je mixt het allemaal, dan krijg je het einde van deze prestatie. Bedankt en tot hoors.